Ik wil het hebben over de hoger opgeleiden. Zijn mensen die het op school goed hebben gedaan, mooie rapporten hebben gehaald, mooi papiertje uiteindelijk hebben gehaald, misschien mooi werk hebben gehad, goed betaald. En dan ga je rol je uit dat werk. Ik was zelf docent godsdienst, ik heb theologie gestudeerd aan de lerarenopleiding. Als je werk stopt, dan gaat je inkomen naar beneden. Het keldert naar beneden, maar je rekeningen gaan wel door. Dan heb jij een vies probleem en daar moet jij mee zien rond te komen. Nou, de methode die ik gebruikt heb, niet zaligmakend, maar die ik gebruikt heb, is niet makkelijk, een moeilijke tijd. Maar ik ben naar uitzendbureaus gestapt, meervoud, meerdere uitzendbureaus. Ik heb daar een eerlijk gesprek gevoerd. Die uitzendbureaus, die willen jou verkopen. Dus zij maken wel een passende CV, passend bij de klant. Je moet vaker dan één keer daarheen gaan. Dus één, ze moeten jouw kop leren kennen. En twee, wat ik nog altijd doe, is langskomen. Ik wissel wat informatie uit. Van hun kant komt er informatie over de arbeidsmarkt. En van mijn kant komt er informatie. Het is dus nuttig om langs te komen. Ik werkte in een fabriek waar ze vrachtwagens maakten. Ik noem geen naam. Maar de genialiteit erachter, het enorme denkwerk. Zo heb ik meer projecten gehad. Het denkwerk, de intelligentie. Als je dat kunt zien, dat is mooi. Daarnaast, ik werk nu bij een bedrijf, ik ben al zoveel verschillende disciplines van hoger opgeleiden op de werkvloer tegengekomen. Je kunt hele leuke contacten opdoen, hele goede gesprekken voeren. Ik ben zelfs raketdeskundige, een wiskundemensen, biologen. Zelfs een huisarts, een cardioloog, veel conservatorium, theologen, predikanten. Alles komt op de werkvloer tegen. Geoloog, noem maar op. Dus dat wil wel. Dan heb je in ieder geval een interessant gesprek. Oké, en je financieel wil je er ook wat wijzer op. Oké, ik heb gezegd. Ik dank u.